Alles liep uit. Is niet erg. Oh, sorry allemaal, echt. Ja, gaan we vandaag nog beginnen of wat? Ik zeg toch sorry? Adem in. Jullie zijn bijna klaar? Ja, we hebben hier altijd yoga op dinsdag. Oh, Anton zei dat vrij was. En tot hoe laat zouden jullie dan? Ja, tot 9. Nou, dan gaan wij wel in een ander lokaal. Ja, laat hun ergens anders gaan. Maar het is toch ons lokaal? Nee, wij gaan wel weer hoor. Dat zijn we gewend, hè, dames. Verhuizen. Nee, zullen we anders samen even naar Anton gaan? Ja, jullie staan vandaag dus van 7 tot 9 in lokaal 1.3. Omdat 1.5 is nodig voor de lezing van vanavond. Vanwege de waterschade in 2.4. Oh, nee. Sorry, het is 2.5. En de yoga? Yoga. Yoga staat... Van 7 tot... Hé? Staat ook in 1.3. Misschien kunnen we ook wel een lokaal delen. Ja. Is het niet te klein voor jullie? Nee, het staat niet te klein. Ja, dames. Nou ja. Goed, daar gaan we. Voeten aaneengesloten, de knieën tegen elkaar, heupen recht. Schouderslaag, rechterruggengraat, nek lang en ontspan. Dan gaan we aan de zijkant van de mat staan. En naar beneden. Goed zo, handen op de grond en de benen strekken. Ja, goed zo, Fabienne. Goed zo. Fabienne, probeer de heupen recht te houden. Ja, ja, ja. En kom maar omhoog. Dat geeft niks, hoor. Oké, dan gaan we nu... Appeltjes, vijgen plukken uit de boom. Pluk maar. Goed. Ja, sorry, maar dit werkt niet voor mij. Doe dat toch gewoon eens een keertje mee. Dus jij gaat bijna trouwen? Ja. En wat is dit, als ik vragen mag? Het is henna. Ja, zo gaat het bij ons. Dansen, muziek maken, henna. Ja, we hebben ook cultuur, hoor. Fabienne bedoelt dat ze het heel erg mooi vindt. En wat doen jullie dan voor een huwelijk? Nou, gewoon. Ja, heel anders. Niet. We doen bijna hetzelfde. Dansen, muziek maken, lekker eten. Oh, ja, we eten ook. Morgen kookavond. Nee, echt? Ja. Och, maar dan gaan we meedoen. Hè, dames? Ja, ja. Ja, ik ben echt heel benieuwd wat jullie thuis eten. Dus jullie hebben 2 keer zoveel pot en pannen nodig. Ja, maar we ruimen daarna meteen alles op, hoor. Voor morgen? Ja.
Nee, ik respecteer jullie gebruiken. Aubergine. Zit dat zo? Ja, zo heel mooi. Dat ruikt goed. Wie lang nog? Oh, het is bijna klaar. Hé, wat is dat? Goed. Oké. Nou, zijn dat nou insecten? Nee, dat zijn toch geen insecten? Kijk dan. Nee, dat zijn schapenogen. En adem in en adem uit. Gewoon slikken straks van je. Vergeet toch niks boven zo'n vlees met varkenspouletten. Ze maken daar zuurvlees met varkensvlees. Ja, zuurvlees met varkensvlees en een paar spekjes. Je weet niet wat je proeft. Ja, dan zeggen we toch gewoon dat het vegetarische spek is. Willen ze nou integreren of niet? Wij moeten toch ook die insecten van hen eten? Insecten? Nee, natuurlijk niet. We moeten gewoon iets verzinnen. Het is geven en nemen. Ja, wij nemen. Wij geven. Nee, echt, sorry. Dit hadden wij kunnen weten. Ja, we kunnen het ook maken met rundvlees. Dan zijn we nog 2 uur bezig. Ja, maar niet als we het kannen klaarkopen van de slager. Ja. Anders nog, hè, mevrouw? Ja, goed, dat is het. Het veer 54, alsjeblieft. Een stukje. Ik mag in een loopje. Ja. Zeker. De volgende graag. Ja, hoi. Mag ik een slaafink alsjeblieft? Zeker, mevrouw. Sorry hoor, maar ik ben aan de beurt. Oh, ja, sorry. Ja, sorry, dankjewel dat ik even voor mag. Dat is 2 uur als 3. Dankjewel. Tot ziens. Ik heb jou helemaal niet voor laten gaan. Je bent zelf voorgekropen. Maar ik heb heel veel haast, sorry. Ik heb ook haast. De volgende. Ja, Godbejaar! Kijk dan. Ik heb 86. Ik ben aan de beurt. Zo lang. Kom maar hier. De slager was dicht, moest naar een ander. Is het toch nog allemaal goed gekomen? Ga naar huis. Je hebt zo'n hoofdpijn. En waar had je dat dan gegeten? Ja, lekker. Ja? Super. Wat heb jij? Wat zit erin? Ja. Dat is onze traditionele delicatesse. Oh. Ja, wil je proeven? Het zijn bepertjes, hè. Er komt een kraamvisite, dan krijg je beschuit met muis. Ja. 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 Ja